Mini-korrenfestival op Valentijnsdag bij de club. Fotograaf Krijn van Noordwijk exposeerde tattoofoto's in Salon 1813. Staatssecretaris Jette Kleinsma lanceerde digitaal hulpmiddel voor werkgevers. Moeder die haar kinderen doodde stond vandaag voor de rechter. Johannes van der Poel is Nederlands jongste dijkgraaf. Prijsuitreiking voor de beste leerling timmerman en metselaar. En gemeente legt nieuwe regels voor snippengroen ter inzage. Bij de club in de Mariastraat in Apeldoorn werd zondag een mini-korenfestival gehouden. Wat doet de club precies? We zijn een ontmoetingsplek voor mensen met een beperking. Iedereen is hier van harte welkom. Maar we hebben ons met name gespecialiseerd op mensen die extra hulp en ondersteuning nodig hebben. En we hebben 30 activiteiten die wij aanbieden aan deze mensen. Het mini-korenfestival, Hart voor de Club genaamd, werd bewust op Valentijnsdag gehouden. We hadden een thema Hart voor de Club. En wat is er dan een mooiere dag om het op Valentijnsdag te doen. Valentijn heeft natuurlijk altijd te maken met een hart. Het is heel vaak van de een naar de ander, naar een partner toe. Maar wij zijn hier met elkaar heel veel goede vrienden en hebben allemaal vriendschappen met elkaar. Dus Valentijnsdag was daar een uitgelezen dag voor. Aan het mini-korenfestival deden het Muziektheater Apeldoorn, het Matrozenkoor Apeldoorn en Picobello mee. Hoe groot is jullie club? Nou, bij elkaar met vrijwilligers erbij 45. 45, ja. Ja, heel groot koor. Ja. Ja. Maar we hebben ook een stop, want anders dan passen we niet meer op het podium nergens. Nee. En we treden ook wel ergens anders op. Bijvoorbeeld bij Samsam hebben we al opgetreden. Ja. En, dat is gewoon leuk. En dan, maar dan pas je niet meer op het podium als je nog meer mensen hebt. En dan wordt het ook te druk voor de andere mensen. Dat. Dus we hebben net kwam er weer iemand naar me toe die zei, goh, ik wil er ook bij. Ik zei, ja, moet je op de wachtlijst. Ja. Er zijn niet veel koren met een wachtlijst, maar wij hebben een wachtlijst, ja. Klopt. Ja. Het is gewoon leuk. Ja. En je gaat vrolijk weer naar huis toe. Ik kom vrolijk weer hierheen. Ja. Ja. Elke woensdag heb ik zangkoor en dan ga ik vrolijk weer hier naartoe en dan kom ik vrolijk weer thuis. Ja. Ja, het is eigenlijk altijd een feestje, want iedereen doet gezellig mee en we hebben leuke liedjes en het publiek is altijd leuk, dus het is altijd gezellig, hè? Het is altijd gezellig. Ja. Mirjam zit er nog niet zo heel lang bij, maar ze vindt het hartstikke leuk, hè? Ik kom elke dag, dus dat vind ik hartstikke gezellig. Elke week, hè? Of bijna elke week. Elke week, ja. Het Matrozenkoor Apeldoorn trad niet alleen op, zij gaven de club een cheque ter waarde van €500. Dat geld werd destijds opgehaald op de braderie in Loenen. Het Matrozenkoor Apeldoorn doet al jaren aan goede doelen. Wij zijn het Matrozenkoor Apeldoorn ook wel Goede Doelenkoor genoemd. Wij treden ongeveer 60 keer per jaar op. De bedoeling is dat we daar geld mee ophalen. En dat geld dat verdelen we altijd over 3 goede doelen die we uitkiezen. En dit jaar hebben we de 3 goede doelen al gekozen. Dat gaat naar het City Pastoraat in Apeldoorn. Dat gaat naar de Kindervoedselbank en naar de Stichting Moed. Dus vandaar hebben we er al 3 nieuwe gekozen en daar gaat het geld dit jaar naartoe. Ondanks het slechte weer werd het mini-korenfestival erg druk bezocht. Het is behoorlijk druk vandaag in de zaal. Ja, het is hier altijd een komen en gaan. We zijn een hele dynamische club. KLUP zeggen we altijd, want zo heten we. En het betekent eigenlijk dat hier dagelijks honderden mensen actief zijn. En ja, nu is een speciale dag, dus er komen ook heel veel publiek.
En op zondagmiddag is een uitgelezen kans voor iedereen om hier naartoe te komen. Ik ben nu al dik tevreden. Als er eentje lacht, en er lachen er tientallen honderden, dan ben ik dik tevreden. En dan zie je met elkaar plezier maken en elkaar ontmoeten is het belangrijkste wat er is. In Salon 1813 in Apeldoorn werd zondag een foto-expositie gehouden, Tattoo van fotograaf Krijn van Noordwijk. Tatoeages zijn al jaren populair bij zowel mannen als vrouwen. Fotograaf Krijn van Noordwijk raakte gefascineerd door de mensen die veel tatoeages op hun lichaam lieten zetten. Krijn, waar komt je fascinatie vandaan voor tatoeages? Nou, je moet weten, ik ben oorspronkelijk ontwerper, ik ben art director. En vanaf het moment dat het mij voor het eerst ging opvallen, tatoeage, ben ik erin geïnteresseerd gebleven. En wat er dus een paar jaar geleden opeens gebeurde, was dat een enorme explosie van het tatoeëren gebeurde. En toen ben ik mijn project begonnen eigenlijk. Toen zag ik het overal om me heen gebeuren. En iemand, ook mensen waar ik het niet van verwachtte, iedereen begon zich te laten tatoeëren. En ik vond dat ook als volkenkundig fenomeen interessant. Dus ik heb een tweeledige interesse, grafisch eigenlijk. En gewoon de esthetiek. Maar ook het volkenkundig element vind ik interessant. En het verhaal achter de tatoeage, ben je daar ook in geïnteresseerd? Zeker. Waar er een verhaal is, ben ik erg geïnteresseerd in het verhaal. Maar er zijn natuurlijk ook ontzettend veel mensen die zich vanuit louter modische overwegingen laten tatoeëren. Krijn van Noordwijk zoekt zijn modellen op allerlei plekken. Er zijn mensen die ik gewoon heb aangehouden in het café of op straat. Van ik wil een foto van je maken, heb ik een kaartje gegeven. Maar het meeste ging eigenlijk Facebook en dergelijke. Ik heb één keer een oproepje geplaatst op Facebook. En vanaf dat moment ging iedereen zeggen, weet je wie je moet hebben, die en die. En dan ging ik die fotograferen en die zei weer, die en die hebben. Dus dat was eigenlijk een steen in de vijver. Dat gebied werd steeds groter. En nu? Nee, maar ontzettend veel mensen hebben zich toen aangemeld. En een hoop daarvan heb ik ook echt gefotografeerd. Naast de foto-expositie werd ook zijn boek Tattoo gepresenteerd aan het publiek. De boeken werden ook gesigneerd voor belangstellenden. Hoeveel mensen heb je nu gefotografeerd voor het boek? Ik denk iets van 200 ongeveer. Ja, 200 mensen heb ik denk ik gefotografeerd voor dit project specifiek. En een boel daarvan hebben ook hun verhaal aan mij verteld. En dat staat ook in het boek? En een aantal van die verhalen staan in het boek. Niet bij iedereen. Maar een aantal interessante dingen staan in het boek bij de persoon vermeld. En dat zijn eigenlijk hun eigen verhalen. En een volgend project, komt dat eraan? Nou, ik loop wel na te denken over volgende projecten natuurlijk. En maar wat ik dus enig vind en geweldig is portret fotograferen. Daarom heb ik hier in deze expositie niet alleen maar uit mijn tattoo-project dingen opgehangen. Maar ook andere beelden. Maar ik vind niks leuker dan portretten maken. En mensen te ontmoeten en die te fotograferen. En ik geniet daar dagelijks van. Maar dat hoeft voor mij niet altijd een thema te hebben. Want de mens als zodanig. Alle mensen zijn mijn thema. Of ik nou een beroemd persoon ontmoet of een volledig onbekend iemand. Ik vind eigenlijk iedereen interessant. En ik vind ook dat iedereen mooi gefotografeerd kan worden. Staatssecretaris Jette Kleinsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lanceerde maandag in Apeldoorn een digitaal hulpmiddel voor werkgevers. Met het digitaal hulpmiddel kunnen werkgevers snel en makkelijk uitrekenen hoeveel en hoe lang zij premiekorting krijgen als zij iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst nemen. Ook dit valt onder de huidige participatiewetgeving. Staatssecretaris Jette Kleinsma bracht een bezoek aan ITS Voice in Apeldoorn. Hoe staat het landelijk gezien met de invoering van de participatiewet? Nou ja, je ziet dat in alle regio's de wethouders drukdoende zijn om de boel goed in te voeren. Samen met werkgevers en vakbewegers en het UWV. En het gaat er natuurlijk om dat mensen die een behoorlijk grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, omdat ze stevige beperkingen hebben, ja, dat die gewoon mee kunnen gaan doen. Hoe steekt Apeldoorn af ten opzichte van het landelijke? Want u bent niet helemaal van niks hier natuurlijk. Nee, nou ja, ik ben nu in Apeldoorn omdat ik zie dat Veluwa, dat is hier het sociaal werkbedrijf,
hartstikke goed meewerkt. Want ze helpen om mensen te detacheren naar, je zou kunnen zeggen, gewone werkgevers. En hier in dit bedrijf gebeurt dat ook. Ik heb net gesproken met een aantal medewerkers. Ja, die vinden het hier hartstikke fijn om te werken. Tussen alle collega's in. Met de kleren, zoals ik hier nou ook rondloop, hè, van het bedrijf. Dus die voelen zich echt één met hun collega's. En de directeur van dit bedrijf, Hans Hogeveen, ja, dat is ook echt een fenomeen. Want die zorgt niet alleen maar in dit bedrijf dat mensen op stoom komen. Maar die is ook een soort ambassadeur voor alle bedrijven in de regio. Samen met nog een aantal andere werkgevers. Ja, en dat is een soort van zwaankleef aan. Dus dat is wel heel fijn. Hans, staatssecretaris op bezoek. Wat vind je daar nou van? Ja, dat vind ik ontzettend leuk. Ze had het me al een paar keer beloofd een keer langs te komen. En ik denk dat ik het nu een keer de gelegenheid had om mijn visie over de participatiewet met haar te delen. Nou is ze redelijk enthousiast over Apeldoorn Scoort. Is ook een beetje jouw kindje. Wat is nou het geheim? Ik denk dat het geheim is dat wij als werkgevers zelf het verhaal vertellen. Wij hebben hier als ITS een soort proeftuin. We hebben ervaring opgedaan met mensen uit onze doelgroep. En ik denk dat het veel beter overkomt dat als ik als werkgever het verhaal bij andere werkgevers vertel, dat neemt die koudwatervrees eigenlijk weg. En bovendien, ik kan het hier ook laten zien. Het is lang zo eng niet als dat het lijkt. Met andere woorden, jij gaat nog even door? Ik zal zeker als ambassadeur van Apeldoorn Scoort actief blijven. We waren vorig jaar heel succesvol. 198 mensen weten te plaatsen in onze regio. Nou, daar ben ik hartstikke trots op. Het digitale hulpmiddel voor werkgevers moet het aannemen van mensen met een afstand op de arbeidsmarkt stimuleren. Nou, hebt u ook net een nieuwe tool geïntroduceerd. Ja. Wat is daar de bedoeling van? Kort samengevat? Nou, heel kort samengevat. Doordat je via internet, via die tool, kan zien hoe jij zo iemand aan boord kan nemen, hè, als werkgever. Kun je ook meteen zien welke kortingen je krijgt voor je belastingen. Wat er voor mogelijkheden zijn om de werkplek aan te passen. Welke loonkostensubsidie je kunt krijgen. Dus voor werkgevers is dat een heel makkelijk instrument. De staatssecretaris bracht ook een bezoek aan de Veluwa-groep in Apeldoorn, waar mensen met een beperking werkzaam zijn. De 36-jarige Apeldoornse vrouw die op 2 oktober 2013 haar kinderen om het leven heeft gebracht, stond vandaag voor de rechter in Zutphen. Uit onderzoek en verklaringen van de vrouw is vastkomen te staan dat ze haar dochtertje van 6 jaar en haar meervoudig gehandicapte zoontje van 8 jaar met messteken om het leven heeft gebracht. De vrouw had daarna een poging tot zelfmoord gedaan door een overdosis medicijnen te slikken, maar dat mislukte. Haar echtgenoot was op die dag van het drama niet thuis. Hij verklaarde later dat zijn vrouw een paar dagen eerder geen licht meer in haar leven zag. Ondanks dat zag haar echtgenoot het incident niet aankomen. Zij voelde zich moe, slecht en labiel, zo verklaarde de vrouw aan de rechter. Dat weet ik uit de stukken die ik over mij heb gelezen, vertelde de vrouw in de rechtszaal. Zelf kan de vrouw zich niets meer herinneren van wat er allemaal op die bewuste dag is gebeurd. De advocaat van de vrouw vermoedt dat het medicijn antipsychotica die de vrouw slikte invloed had op haar daden. De vrouw maakte tijdens de rechtszitting een verwarde indruk, waardoor sommige gesprekken achter gesloten deuren buiten de rechtszaal om plaatsvonden. Het Openbaar Ministerie vindt dat de vrouw het doden van haar kinderen had gepland. Voor haar daad had ze namelijk alle gordijnen en deuren gesloten en had de vrouw een afscheidsbrief geschreven. Het familiedrama dat zich aan de Van Roekelweg in Apeldoorn afspeelde, had toen een schok bij veel mensen teweeggebracht. De rechtbank heeft 2 dagen uitgetrokken voor de zaak. Vandaag werd er in het gebouw Het Waterschaphuis in Apeldoorn de jongste dijkgraaf van Nederland geïnstalleerd. Johannes van der Poel is pas 15 jaar en komt uit Ede. Bij de installatie waren zijn broers, zijn beide opa's en oma's en een aantal VMBO-leerlingen van de aardrijkskundeles aanwezig. Wat vind je ervan dat hij is gekozen als jongste bestuurslid? Ja, ik vind dat echt heel knap. Ik vind, het is niet elke leerling die zo ver komt. En hij gaat er ook echt voor, hij is heel enthousiast. Ja. Heeft hij een speciale belangstelling voor het waterschap? Hoe komt dat? Weet je dat misschien? Ik zou niet weten hoe dat komt, maar... Nee, daar weet ik eigenlijk niet hoe dat komt. Ja, ik vind het echt heel knap dat hij ook zo ver gekomen is.
Ik zou het niet zo ver komen. Ik vind het gewoon echt heel trots. En moet je dan specifieke eigenschappen hebben om zoiets te kunnen doen, denk je? Ik denk het niet. Ik denk dat het gewoon meer is van... het moet natuurlijk wel in je bevoegdheid liggen dat je dat zoiets kunt, als voorzitter zo ver kunt komen. Is het wel een opvallende leerling geweest in de klas, of niet? Ja, je hoort hem echt altijd. Als hij er niet is, dan weet je dat ook wel, want dan is het gewoon rustig in de klas. Hij kreeg een cadeau van Bram Rozenbrand namens de Unie van de Waterschappen overhandigd. Johannes van der Poel werd al de gehele dag gevolgd door het NOS Jeugdjournaal. Medeleerling Wieke Metselaar hing de dijkgravenketting bij de jongste dijkgraaf om. Maar dat ging iets te snel, waardoor het ritueel nog een keertje rustig overgedaan werd. Daarna werd Johannes van der Poel officieel dijkgraaf van het waterschap Vallei en Veluwe. Johannes, je bent nu de jongste jeugddijkgraaf. Wat houdt die functie eigenlijk in? Ik vertegenwoordig het jeugdwaterschap op congressen en bijeenkomsten. En daarnaast mag ik het jeugdwaterschap voorzitten nu. En waar komt nou die interesse vandaan voor wat betreft het waterschap? Nou, die heb ik natuurlijk al een jaar. En ik was toen eigenlijk heel interessant, vond ik toen eigenlijk, omdat de bestuurlijke kant. Maar toen ik er eenmaal in zat, vond ik de waterkant ook wel heel interessant. En wat zijn volgens jou nou belangrijke onderwerpen de komende tijd? De klimaatverandering is natuurlijk een heel groot onderwerp, speelt heel erg bij het waterschap. En ik denk dat we daar ons heel erg op moeten focussen. En met betrekking tot de zogenaamde plastic soep, zeg je dat wat? Jazeker, ook dat is een groot probleem. En dat heeft dus ook te maken met het bewustzijn bij jongeren, maar ook ouderen, dat we beter met milieu omgaan. Dijkgraaf Tanja Klip sprak lovende woorden over Johannes van der Poel en vindt hem een veelbelovend talent. Waarom is hij tot jeugddijkgraaf benoemd? Nou, elk jaar, of alle waterschappen hebben een jeugdbestuurslid en die kiezen uit hun midden elk jaar een jeugddijkgraaf. En dan moeten ze een pitch houden. Dus een verhaal waarom zij denken wat waterschappen zo belangrijk zijn en waarom zij denken dat zij een goede jeugddijkgraaf zullen zijn. En hij is dus gekozen door zijn medebestuursleden als degene die het beste verhaal had en dus jeugddijkgraaf wordt. En met welke activiteiten houden nou die jongens zich nu bezig de komende tijd? Nou, ik ken hun programma niet precies, maar elk jeugdbestuur is natuurlijk bezig om te zorgen dat ze weer op een nieuwe manier de waterschappen onder de aandacht kunnen brengen. En met name van jongeren, want daar moeten we het van hebben, want dat zijn onze waterprofessionals van de toekomst. En ze brengen altijd een bezoek aan de Tweede Kamer en een bezoek aan de minister. En dus het is een combinatie van zichtbaar zijn in Den Haag en activiteiten in het land. Na de installatie kreeg de jongste dijkgraaf van Nederland een rondvlucht boven zijn werkgebied aangeboden. In de nacht van dinsdag 9 en woensdag 10 februari is in Apenheul de orang-oetang Sandy van een baby bevallen. De verzorgers troffen 's ochtends de baby aan en bleek slap en weinig actief te zijn. Daaruit concludeerden de verzorgers dat de bevalling zwaar was geweest. 2 dagen na de geboorte overleed de baby orang-oetang. De baby bleek bloedingjes in de hersenen te hebben, wat kan duiden op een val tijdens de geboorte of een trauma door de zware bevalling. Moeder Sandy wordt door de verzorgers extra vertroeteld en houden haar goed in de gaten. De baby is overgebracht naar de Universiteit van Utrecht voor een sectie. Afgelopen weekend beviel de hond Dana van de familie Leemans uit Uggelen van maar liefst 15 pups. Bijzonder is dat alle pups gezond en wel ter wereld zijn gebracht. Voor de familie Leemans was dat een wel heel verrassend Valentijns cadeautje. De pups zijn een kruising tussen een bouvier en een koningspoedel en worden boefdoedels genoemd. De familie Leemans uit Uggelen is wel blij met de pups, maar willen er zoveel mogelijk verkopen. Het verkopen van 14 pups zal nog een hele klus gaan worden, verwacht de familie Leemans. Bij het opleidingsbedrijf voor de bouw, Bouwmensen in Apeldoorn, streden afgelopen woensdag en donderdag 7 scholen uit Epe, Zutphen en Apeldoorn om de titel Beste Timmerman en Metselaar van 2016. Het thema was Bouw een waterput. De metselaars bouwden de waterput en de timmermannen maakten de overkapping voor de waterput. Gisteravond was de prijsuitreiking. Hoeveel leerlingen doen eraan mee aan deze wedstrijd? Er doen 15 leerlingen aan mee, 10 timmerlieden en 5 metselaars. En hoeveel onderdelen bestaat deze wedstrijd uit? Nou ja, uit 2 onderdelen, timmeren en metselen. En
De beoordelingseenheden zijn heel erg divers. De timmerlieden die maken een dakconstructie boven een waterput. En de metselaars hebben dan die put gemetseld. Maar de moeilijkheidsfactor in de dakconstructie zit in het aftekenen, afschrijven, met de hand, met de machine werken. De combinatie van het gehele werkstuk als zodanig. En dan moet je bedenken dat deze VMBO-leerlingen heel weinig praktijkgerichte instructie krijgen. Dus dat ze maximaal misschien 40 uur getimmerd hebben. Dus het is een bijzondere knappe prestatie wat ze nu verricht hebben de laatste 2 dagen. Wethouder Johan Kruithof deelde de prijzen gisteravond uit. Hoe belangrijk is zo'n wedstrijd voor de gemeente? Nou, voor de gemeente is hij ook belangrijk, maar het is nog veel belangrijker voor de jongeren zelf. En belangrijk voor de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de vraag naar nieuwe bouwvakkers, naar metselaars, naar timmerlieden, die groeit. Dus daar is hij belangrijk voor, dat jongeren weer gevoel bij het vak krijgen. En een wedstrijd helpt dan heel erg, competitie, we zijn allemaal jongeren, hè? We zijn allemaal jong geweest, dus willen winnen, dat helpt daar wel een beetje mee. Maar het belangrijkste is voor de jongeren zelf, zelfvertrouwen krijgen, weten dat je een vak aan kunt, dat je iets kunt leren en dat je een vak hebt waar een toekomst in zit. Kan de gemeente er ook nog bij ondersteunen bij het zoeken van een baan in deze werkgebieden? Nou, we helpen onder andere via het jongerenloket, via leerwerkzettings. Dus er is een hele goede relatie ook met bouwmensen. Om te proberen jongeren die hier vakkennis op doen, zo goed mogelijk ook door te stromen naar die arbeidsmarkt. En daar spelen we een rol in. Wat vinden jullie van de bouwwerken? Ah, het ziet er prachtig uit. Dat zei ik net ook al. Er staan die dingen die ik niet kan maken. En ik heb toch ook nog wel wat geoefend in mijn lange leven. Maar ik doe het ze niet na. Het vakwerk. En dat vakwerk wordt voor een aantal leerlingen beloond met een winnaarsbeker. Ivan Bieleman van het Stedelijke Vakcollege Zutphen werd gekozen als beste metselaar 2016. Zijn docenten kregen een wisselbeker overhandigd. Ivan, gefeliciteerd. Was het moeilijk? Ja, dat viel op zich best wel mee. Het was niet echt een dikke uitdaging of zo, maar het was wel pittig. Had je al een keer eerder zoiets mogen metselen? Ja, maar dat valt best mee qua dit. Het valt best mee. Hoeveelste jaar zit je nu? In het vierde. Examenjaar dus? Ja, het laatste. Beste Timmerman 2016 werd Maiko Schreuder van het scholengemeenschap Sprengelo uit Apeldoorn. Hoeveelste leerjaar ben je? Vierde jaar. Ja, dit is mijn vierde jaar. Je leraar staat naast je, die heeft ook gewonnen omdat jij gewonnen hebt. Is het een strenge leraar? Nee, helemaal nee. Nee, nee, het is een hele aardige leraar. Hoe belangrijk is zo'n wedstrijd voor scholen om voor leerlingen mee te doen? Nou, het is voor leerlingen dusdanig belangrijk. In ieder geval dat ze leren om het op een andere manier te doen dan alleen bij school. Ze leren ook samenwerken, ze kijken naar anderen, ze contact met andere leerlingen. Nou goed, en dat maakt het gewoon een heel bijzondere wedstrijd. Hoe komt het dat jij hebt mee mogen doen aan de wedstrijd? Is er een kwalificatie geweest? Of? Nee, dat hebben de docenten uitgekozen en daar ben ik uitgekomen met nog een jongen uit de klas. Ik hoorde net de opmerking dat jullie school of jij al voor de derde keer de beker hebt gewonnen. Waar ligt het geheim van het succes in? Aan 2 docenten, niet alleen aan mij. Ik samen met mijn collega meneer Aalting. We geven de jongens in de vierde klas les. Nou goed, dat schijnen we op een goede manier te doen, denk ik. Dat doen we met veel passie en overtuiging. Wim Fuit en Joort Wiersma van het RSG Noordoost-Veluwe uit Epe vormden het beste team volgens de jury. Zij kregen samen met hun docenten een wisselbeker overhandigd. Onder de naam Herijking Uitgiftebeleid Openbaar Groen heeft de gemeente nieuwe regels ontwikkeld voor het gebruik en uitgifte van het zogenaamde snippergroen. Wat verstaan we nou onder snippergroen? Dat zijn kleine stukjes openbaar groen in de wijken en de buurten. En die grenzen direct aan kavels van woningen, dus woonkavels. En dat zijn stukjes groen die niet horen bij de belangrijkste structuren, de belangrijke groenstructuur van de stad en de wijken. Woensdag was de eerste informatiebijeenkomst in het stadhuis. De nieuwe regels liggen nog te inzage en zullen medio juni besproken worden in de politieke markt. Wat is de aanleiding? Nou, de aanleiding is er zijn eigenlijk verschillende aanleidingen. Aan de ene kant willen we wat ruimere verkoopmogelijkheden creëren, dus wat meer
mogelijkheden bieden aan bewoners om een stukje groen te kopen, zodat ze hun woongenot kunnen vergroten. En aan de andere kant zie je dat er behoorlijk wat stukjes groen bewust of onbewust door bewoners in de loop van de jaren in gebruik zijn genomen. En dat geeft vaak onduidelijke situaties. En dan onduidelijk, dat kan zijn op het gebied van bijvoorbeeld onderhoud. Maar het kan ook onduidelijkheid geven naar de buren toe. Want je ziet dan van ja, mijn buurman heeft een stukje groen in gebruik. Ja, ik wil ook wel een stukje groen, maar ik wil het niet maar zo gebruiken. Nou, en van die onduidelijkheid willen we af. En een derde punt is dat we de tarieven voor de verkoop en de verhuur, die willen we gaan aanpassen naar marktconforme tarieven. Dus dat wil zeggen dat ze omhoog gaan. Eind 2016 worden de bewoners in Uchelen en in de Matenhoeve als eerste benaderd over hun snippergroen. Daarna komen ook andere buurten en dorpen aan de beurt. Waar vinden ze meer informatie? Ja, dat kunnen ze vinden op de website van de gemeente Apeldoorn. www.apeldoorn.nl/inzage. Maar het document ligt ook hier in het stadhuis ter inzage. Dus gewoon een papieren document. Gistermiddag om 3:00 werd er een gaslucht geroken in en om het flatgebouw aan de Romeinenlaan in Apeldoorn. De brandweer en netbeheerder Leander waren snel ter plekke, maar uit metingen bleek dat het niet ging om een gaslek. De bewoners van de flat hoefden niet geëvacueerd te worden. Hoe de gaslucht is ontstaan blijft vooralsnog een raadsel. Het zoeken naar een eventuele gaslek duurde ongeveer een half uur. Carlo Verhaar treedt af als fractievoorzitter van GroenLinks Deventer. Met ingang van 23 maart legt hij die functie neer. Tjeerd van de Meulen neemt het voorzitterschap over. Verhaar had al dispensatie gekregen om een termijn langer dan gebruikelijk aan te blijven als raadslid. Het is namelijk landelijk beleid van GroenLinks dat raadsleden maximaal 3 termijnen mogen aanblijven. Verhaar was aan zijn 4e bezig. Fractie en bestuur hebben nu de balans opgemaakt en achten Van der Meulen klaar om het stokje over te nemen. Verhaar blijft tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 aan de fractie verbonden als steunraadslid. ProRail gaat in de nacht van 1 op 2 maart het spoor slijpen. Door het slijpen wordt de rails stiller en blijft het in een goede conditie. Het gaat om het traject Apeldoorn-Deventer. Voor de mensen die in Teuge, Twello, Deventer of in de buurt van het spoor wonen, kan er overlast plaatsvinden. Voor meer informatie kan gekeken worden op de website van ProRail of kan contact opgenomen worden met 0800 77 67 245. Via het sociale mediaproject Boer Burger Tweet communiceren boeren sinds augustus 2015 vanuit de stal of akker met burgers over het bedrijf en het leven en werk. Ik heb gemerkt dat er heel weinig kennis is bij burgers over voedsel en over boeren. En ja, het mooiste is dat boeren hun eigen verhaal kunnen vertellen en zo de dialoog met de burger kunnen beginnen. Nou, ik was meteen enthousiast over het initiatief. Wij zitten ook in de wereld van, we willen graag laten zien wat we doen als boer. Dus we hebben niks te verbergen, dus kom erop. Elke dag twitteren boeren over wat ze aan het doen zijn in de stal. Ze krijgen dan vragen van burgers die zeg maar, het account volgen. Die worden ook meteen beantwoord. En elke avond komt er een hele samenvatting van de hele Twitterdag. Wordt op Facebook gezet. En daar krijg je ook weer heel veel reacties op van burgers. Dus op die manier wordt er eigenlijk via de sociale media wordt er gecommuniceerd. Het gebeurt me nog te vaak dat ik onzin hoor, dat ik denk van hoe kom je erbij in? Ja, er zijn opmerkingen qua diergezondheid of qua hoe je je kippen houdt. Het ouderwetse kippen in de kooi. En, we proberen puur op feiten en toch te laten zien hoe het in elkaar steekt tegenwoordig. Elke week twittert er een andere boer.
Al 26 boeren en akkerbouwers hebben dit gedaan. We hebben in 26 weken tijd hebben we ruim 4300 volgers op Twitter. En ik hoop vandaag de 6000ste Facebook-volger te kunnen verwelkomen. Dus ja, bij elkaar zijn dat al 10.000 mensen die je dagelijks bereikt. Maar doordat berichten ook heel veel gedeeld worden, is dat bereik nog veel groter. Wij bereiken gewoon tienduizenden mensen per dag met het verhaal van de boer. Ik volg het vanaf het begin eigenlijk en wat mij opvalt is dat ik zelf ook van andere bedrijven leer, zeg maar. Dat ik ook dingen zie van hoe mensen bezig zijn. En onbewust pik je toch links en rechts dingen op en vaar je een bepaalde koers. Nou, en dat helpt in positieve zin, denk ik. Van 7 tot 14 maart is het de beurt aan Jan-Hein Nikkels, pluimveehouder in Battum met zo'n 27.000 kippen. Ik laat gewoon zien wat ik die week aan doen ben. En dat weet ik nu ook niet. Mijn agenda die begint meestal de week ervoor. Dus wordt allemaal een verrassing. We zien het wel. Qua communicatie ben ik niet echt een Twitteraar, maar ik vind het wel bijster interessant wat er allemaal op Twitter langskomt. Maar ja, als je niet oppast, dan ga je heel laag op dat schermpje kijken. Dus dat proberen we wel een beetje te sturen, ja. Staatssecretaris Martijn van Dam pleit voor meer transparantie over voedsel. En daarom komt er binnenkort een app. Zodat consumenten zien welke weg hun stukje vlees heeft afgelegd en bij welke boer dit vandaan komt. Bij hem gaat het met name over de tracering van voedsel. En dat consumenten inzicht krijgen in waar iets is gemaakt, van welke boer het afkomt. En dat ze dat kunnen terugtraceren. Ik denk niet dat hij het heeft afgekeken. Hij volgt overigens Boerburgertweet-account, volgt hij wel. Dus hij kan, bij ons kan hij eigenlijk alleen maar goede ideeën gaan opdoen. Ik vind het prima. Alles onder het mom van uitdragen en laat maar zien. Ja, prima initiatief. Jan-Hein geeft aan het prettig te vinden om in dialoog te gaan met de burger. Je wilt graag uitdragen waar je elke dag mee bezig bent. En we zijn inderdaad bezig met kringlopen. Dat we dus zelf steeds meer ons eigen voer gaan verbouwen. Dat we het niet te ver weghalen. Zonnepanelen op het dak. We rijden elektrische auto. Kringlopen sluiten. Noem het maar CO2-neutrale bedrijfsvoering. Ja. Tot november dit jaar is nog elke week een andere boer die voor een week het account @boerburgertweet beheert. Van 29 februari tot 14 maart zullen achtereenvolgens varkenshouder Erik Stegink en pluimveehouder Jan-Hein Nikkels, beide uit Badmen, het reilen en zeilen op hun bedrijf delen. Traditioneel wordt de Deventer Binnenstad op Goede Vrijdag, dit jaar op 25 maart, bevolkt door stille kramers en standwerkers. Deze markt is een van de oudste, grootste en gezelligste jaarmarkten van Oost-Nederland. De jaarmarkt wordt gehouden in de binnenstad van Deventer en staat opgesteld in de Zandpoort, op de Brink en in de Keizerstraat. De jaarmarkt loopt van Keizerstraat en Neststation tot aan de Bokkingshang en sluit om 4 uur. Op donderdag 24 maart, na de winkelsluiting om 9 uur 's avonds, worden de toegangswegen voor voertuigen afgesloten. Vanaf dat moment wordt een begin gemaakt met de opbouw van de markt. Voor een goed verloop van de jaarmarkt zal er voor de Brink en de Zandpoort een parkeerverbod worden ingesteld van donderdag 24 maart vanaf 7 uur 's avonds tot vrijdag 25 maart 8 uur 's avonds. Dit alles wordt met duidelijke bebording aangegeven. De ChristenUnie in Overijssel wil moderne devotie ook op de werelderfgoedlijst. Samen met het CDA en de SGP dient de provinciale fractie van de ChristenUnie vandaag een motie in. De ChristenUnie wil dat gedeputeerde staten zich gaat inspannen om het gedachtegoed van de moderne devotie op de werelderfgoedlijst geplaatst te krijgen. In Deventer en Zwolle hebben Geert Grote en Thomas à Kempis in de late middeleeuwen deze devotiebeweging op gang gebracht en er wereldwijd belangstelling voor gekregen. De moderne devotie is echter niet alleen een spirituele beweging, maar heeft ook gezorgd voor vernieuwing van het gemeenschapsdenken en gaf als culturele beweging een enorme impuls aan de steden Deventer en Zwolle. Het Rabobank Communication Infrastructure Fund gaat glasvezel aanleggen in het Deventer buitengebied. Daarmee wordt een door het college gekoesterde wens werkelijkheid.
CIF wil in de buitengebieden van Ommen, Dalsen, Raalte, Olstweijen, Deventer, Hengelo, Haaksbergen, Enschede en Losser glasvezel aanleggen. Onder voorzitterschap van Deventer zijn er afspraken gemaakt tussen de 9 gemeenten en het CIF. Wethouder Frits Roring meldt, de beschikbaarheid van breedband wordt steeds belangrijker. Bedrijven, onder andere in de agrarische en toeristische sector, hebben gewoon snel internet nodig. Maar ook zorg, onderwijs en particulieren. Dat we ons zouden inzetten voor glasvezel hebben we daarom met de coalitiepartners ook vastgelegd in het coalitieakkoord. De voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel zijn in volle gang. De aanleg start als minstens de helft van de inwoners in het buitengebied meedoet. De aanleg kan dan in de tweede helft van 2016 van start gaan. Er is vanmorgen bodemonderzoek gedaan in de vijver bij Dimens aan de Raalterweg. Een privaat duikbedrijf ging, in opdracht van Dimens, op zoek naar metalen voorwerpen. Een vuilnisbak, is dat het? Daar lijkt het wel op. Die wel een mooie rond artikel. Binnenkort wordt er groot onderhoud gepleegd aan de vijver. En om niet voor onverwachte verrassingen te staan, is er dus een bodemonderzoek gedaan. Hoewel het er spectaculair uitzag, werden er geen noemenswaardigheden gevonden. Het rondreizende foodfestival Eten op Rolletjes komt deze zomer naar Deventer. Van 22 tot en met 24 juli staat het gratis festival in het Worplantsoen. Eten op Rolletjes gaat in 2016 op culinaire tour langs maar liefst 8 steden, van Haarlem tot Leeuwarden. Het rondreizende foodfestival tovert prachtige parken en industrieel erfgoed om tot openluchtrestaurants voor jong en oud. De ingrediënten, keukens op wielen, live muziek en theater. Met het festival komen 30 foodtrucks naar het Worplantsoen, van authentiek Vietnamese streetfood tot prijswinnende pulled pork sandwiches. De VND verdwijnt definitief uit het Nederlandse straatbeeld. Er komt geen doorstart voor dit warenhuis en de overnamegesprekken die het warenhuis met Cool Investments van Roland Kahn voerden zijn afgebroken. De vestiging op de Brink sluit na 110 jaar de deuren. En ook de deuren van de Laplace blijven voorlopig gesloten. Het is allemaal hartstikke jammer, zo'n oud bedrijf. Hè? En ik kwam hier vroeger al met mijn moeder, 100 jaar geleden, om kleren te kopen. Ja, hij loopt vaak genoeg doorheen. Maar ik vind geen leuke winkel of zo. Waarom niet? Ja, ik heb niks met de V&D. Nee. Dat zat er al aan te komen en geschrokken niet, maar het is wel ontzettend jammer natuurlijk. Ja. Het gaat toch ten koste van de Brink, van het centrum van de stad, vind ik toch, ja, het is toch een soort trekpleister altijd geweest. Dat is zo'n winkel waar je altijd in kan lopen en eigenlijk van duur tot goedkoop dingen kopen. Het is gewoon een hoort erbij. Ik denk ook dat het voor de stad niet zo goed is. Ik vind het is een gezichtsbepalend beeld in een winkelstraat. En ik vind het triest voor alle medewerkers, ook 8000 man op straat. Dat is heel wat. Ik woon in de binnenstad, boven de V&D, ongeveer op het hoekje in een steeg. Voor mij persoonlijk zal het niet heel veel veranderen. Ik hoor alleen niet meer de dagelijkse belletjes van de deur. Dus ik moet heel eerlijk zeggen dat het me niet heel veel doet. Ik vond het een beetje een sfeerloos warenhuis. Ik denk in het algemeen dat mensen in de afgelopen jaar gewoon minder te besteden hadden. Dus ik denk dat dat een reden is. En misschien omdat de V&D het concept een beetje verouderd is. Dat het niet meer zo interessant is voor mensen om daar naartoe te gaan. Waar gaat u uw sokken voortaan kopen? Oh, bij de HEMA of zo. Ik krijg echt wel sokken, daar gaat het niet om. Ik heb vanochtend zitten denken, waar moeten we nu heen? Want die is er gewoon, ja natuurlijk zijn winkels genoeg, maar niet zo'n winkel. Bijvoorbeeld bij de HEMA of gewoon toch wat kleinere winkels. Vind ik ook wel heel belangrijk om daar te gaan kijken. Dan rest er nog de vraag welk bedrijf het pand aan de Brink over wil nemen. De eigenaar van het pand, Elisen Vastgoed, laat weten dat er nog geen kandidaat is. Wel zou er mogelijk een buitenlandse onderneming interesse hebben in de overname van het pand. Want ik weet hier geen alternatief trouwens. Ik zou het echt niet weten. Ja, misschien internet iets, maar ja, daar ben ik ook niet zo van voorstander van. Geen idee. Nou roep ik maar de Bijenkorf.
Ja, ik denk dat sommige steden dolblij zijn als er bijvoorbeeld een Primark of wat ook inkomt. Dus, maar wel dat het weer gevuld wordt in ieder geval, ja. De Stichting Deventer Energie onderzoekt samen met provincie Gelderland of er een mogelijkheid is om energie op te wekken door gebruik te maken van de stroming van de IJssel. De gemeente Deventer is zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden die de IJssel ons biedt. Waterkracht zou dan ook een mooie aanvulling zijn op de Deventer windstroom die we al hebben. Over een paar maanden is het onderzoek afgerond en wordt bekend of er een kans ligt om lokaal nog meer duurzame energie op te wekken. Jentel Patinama van basisschool De Vijver en Alba Matas van de Lambiente School hebben zaterdag 13 februari de Deventer voorronden van de nationale voorleeswedstrijd gewonnen. In een bomvolle ANM Schmidzaal in de Centrumbibliotheek lazen kinderen vanuit een grote voorleesstoel voor uit de meest uiteenlopende boeken. Jentel koos voor Daals, Sjaki en de Chocoladefabriek en Alba las voor uit de klassieken van Jacques Vriends, Achtste groepers huilen niet. Wat beide winnaars volgens de jury gemeen hadden, is dat ze op de juiste momenten rust in hun verhaal brachten. De jury heeft hoge verwachtingen van beide meiden voor de regionale voorrondes op 9 maart. Dan mogen Jentel en Alba Deventer vertegenwoordigen in het Holstohuis in Olst. De NS heeft ruim 3000 aanvragen gekregen voor een passagepas. Met die gratis pas is het mogelijk voor mensen die geen OV-chipkaart hebben om kosteloos door de stationshal te kunnen. Want sinds december vorig jaar staan er in de stationshal OV-chippoortjes. De passagepassen worden veelal aangevraagd omdat de stationshal een populaire doorgang is vanuit en naar de binnenstad. De poortjes moeten daarnaast ook de veiligheid op het station en in de trein verbeteren. Nadat vorige week een bijna 200 jaar oude beuk per ongeluk gekapt is in het worplantsoen, is er voor het hout een bestemming gevonden. Er zullen speeltoestellen van gemaakt worden voor in het worplantsoen. De gemeente heeft dit eind vorige week besloten nadat er vele verzoeken binnenkwamen om iets met het hout te mogen doen. Werkgroep Willem Waanders Worplantsoen kwam met het idee om de boom als speeltoestel te gaan gebruiken in speelwildernis Woeste Willem. Deze speeltuin gaat aangelegd worden met een bijdrage van de provincie Overijssel. In totaal 147 huishoudens in de 8 gemeenten van Circulus Berkel zijn vanaf 10 oktober 2015 de uitdaging aangegaan om 100 dagen 100% afvalvrij te leven. Eind januari eindigde het project en uit de resultaten blijkt dat de deelnemende inwoners tijdens de proef 83% minder restafval produceerden dan overige inwoners in de regio. Gemiddeld produceert een inwoner in onze regio 126 kilogram per persoon per jaar, exclusief grof vuil. De deelnemers aan 100-100-100 kwamen gemiddeld uit op 21,3 kilogram. Een volle stofzuigerzak of een kapot bord, onvermijdelijk in verreweg de meeste huishoudens, zorgden voor teleurstelling dat het gestelde doel, 100% afvalvrij, net niet gehaald kon worden. Deelnemers geven aan door het project zich nog meer bewust geworden te zijn van wat ze zelf kunnen doen aan preventie en afvalscheiding. Gemeenten en Circulus Berkel hebben met dit afvalvrije experiment nieuwe inzichten vergaard over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een huishouden om afvalvrij te leven. Daar zijn de partijen ook naar op zoek, gezien de regionale doelstelling om in 2030 nog maar 10 kilogram restafval te hebben. Morgen overheerst de bewolking en vallen er een aantal buien. Er staat een stevige wind en het wordt ongeveer 8 graden. In de avond en nacht gaat het opklaren, neemt de buiigheid af en het kwik daalt dan naar ongeveer 3 graden. De dagen daarna is het licht wisselvallig met zonnige momenten. De temperaturen liggen dan rond de 6 graden.